Doe maar als we kapot zijn. Ja, dus we staan hier vandaag in Tiene voor een looptest voor de school. Het is 10 kilometer. We gaan dat proberen te doen in ongeveer 36 minuten hopelijk. En ik heb de twee gebroeders Hut, of de loophonder van Tiene, ingehuurd om te hazen voor mij. Hij loopt 800 meter in 1:48. En samen hebben ze Belgisch record op de 4x400 zeker. Dus dat gaat perel worden. 3, 2, 1. Mega. Kom maar, kom maar. Hop. Nice. Ja. Ik denk dat was dat. Oh ja. Nou, maar gehoopt, maar ik kon echt niet snel een rode fartje. Nee, ik heb ook gedaan wat ik kon, maar... Ja, je wordt er veel traven, hè. Voor ons het enige wat wij niet zo... Laat zien hoe lopen. 38-10. Iets trager als we gehoopt hadden. Hoe kwam het? Ik denk dat ik niet zo fris was na al de trainingen van de afgelopen weken. En niet zoveel gelopen te hebben, maar op zich is dat niet slecht. En zeker niet even onder de 5 kilo te wegen. Maar ja, we zijn content. Alleen met dank aan de gebroeders Hut. Je hebt het goed afgezien, man. Die waren nog rustig aan het babbelen. Ik was kapot aan het gaan. Heeft zijn best gedaan. We zijn trots. Voilà, dat is belangrijk. Maar je hebt wel 25 kilo extra meegenomen. Ik had mijn rugzak aan. Dit was goed.